Hey pa, als het goed is ben jij er rond 10:30. Ik weet nog niet echt wat we kunnen gaan doen. We kunnen misschien even naar de mall lopen, misschien even naar Den Haag of zo, ergens wat eten. In ieder geval heb ik wel zin in. Tot dadelijk. Rij voorzichtig vooral. Vandaag heb ik mijn vader op stap. En dat is al een tijdje geleden, want de afgelopen half jaar heb ik me niet heel goed in mijn vel gevoeld. Waardoor ik het een paar keer heb afgezegd. Maar vandaag gaat het volgens mij wel lukken en we gaan naar Den Haag en misschien nog even naar de mall. Ik weet nog niet wat we precies gaan doen, maar het wordt gewoon een gezellig dagje, denk ik. Het is vandaag mooi weer, dus dat hebben we echt mee. Dat is fijn. We kunnen lekker wandelen. We houden allebei van wandelen. Mijn vader houdt ook van wandelen, dus dat is altijd wel fijn. Maar geen doel. Gewoon lekker eten, een beetje kleppen, een beetje rondkijken. Misschien laten zien waar we eventueel misschien gaan wonen, mocht het doorgaan. Want we weten helaas nog steeds niks. Dat is wel lastig, maar goed, komt vast wel goed. Ik ga even opruimen en dan is mijn vader er, denk ik. Als eerste gingen we op weg naar de mall om daar even wat te drinken en bij te praten. Alleen wonen, bent het nou beter? Ja, de ene dag wel, de andere dag niet. Ik heb van de week naar dat filmpje van Sophie zitten kijken. Dat is dan s'avonds overprikkeld is. Ja. Nou, overprikkeld ben ik niet, maar ik begrijp wel wat ze bedoelen. Ja, precies. Dus, gewoon dat je even tot jezelf kan komen, dat gevoel een beetje. Ja, ik hang er niet allerlei woorden aan. Nee, maar als je... Maar meer... Ik herken het ook hoor, want ik heb het zelf ook. Ik vind het ook fijner om thuis te zijn s'avonds. Dat heb ik ook altijd al gevonden. Ja. Ja, nou is er een of andere vrijgezellenavond in het dorp binnenkort. Ja. En ik over dingen zou ik erheen gaan. Ik denk, ik ben helemaal niet zo'n type. Ik ben niet zo'n uitbundig type die daar dan met een glas pil staat en feesten. Nadat we in de mall waren geweest, besloten we met de tram naar Den Haag te gaan. Uiteindelijk hebben we daar veel gelopen en belanden we op Scheveningen. Hoe vind je het nou dat jij een van de weinige mensen boven de 60 bent die het Eurovisie Songfestival liedje wel leuk vindt? Ja, dat maakt niet zo erg uit. Ja. Ja, sommige mensen zijn gewoon bang om, om hun smaak te verloochenen of horen het ook gewoon echt niet. Hebben altijd overal commentaar op. Ja, maar het nummer klopt gewoon. Ja, ja. Het dekt lekker. Het is ook qua, gebarentaal is het ook een leuk nummer. Ja, ja, ja. Het klinkt gewoon goed. Ja. Het is van deze tijd, het dekt lekker, hij doet het leuk. Ja, het is ook nog sympathiek gozer, dat is ook vaak wat... Straalt hij ook uit. Ja, ja. Zeker. Ja. Dus ja, alles bij elkaar denk nou, een topnummer. Ja, hij kan het echt, ik denk dat hij nog best hoog gemeten eindigt hoor. Want zelfs in de... Hij staat op de zesde. Staat hij in de zesde, hoor? Ja. Oh, wauw. Hij zegt ja, the sky is the limit, ik kan alles bereiken als je maar wil. Ja, dat klopt. Zijn slogan is altijd Joost Klein, denk groot. Woningen hoor hier. Nee, deze niet, maar dit zijn wel allemaal woningen. Ja, ja, dit is alleen maar. Ja, maar dit is allemaal kantoren, blijft dit. Maar dit is allemaal woonhuizen. Dat zitten we aan die zijkant. Dus niet deze kant, maar aan die kant. Ja, ja, oké. Okay. Daar heb je ook een balkon. Ja. Oké. Okay. Dus ja. Ja, mooi. Ja, toch? Ja. En daar zijn ze dus ook aan het bouwen. Tenminste, dat wordt. Over een maand gaan ze daar mensen in uitloten. Daar ben je niet voor ingeschreven. Nee, die vinden we iets minder. Ja, ja. Nee, voor de rest wonen hier dus allemaal mensen. Dus daar wonen mensen. Dat is allemaal van KPN geweest. Hierachter wonen ook mensen. Ja, oh, hier ook? Ja. Oh. Nou, dat vind ik minder gebouw, maar goed. Ja, nou ja, goed. Dat vind ik dan wel grappig. Ja. Volgende dag. Ik heb gisteren te weinig gefilmd, vind ik zelf, dus ik ga vandaag nog even door. En vanochtend ga ik rijles nemen. Dan ga ik de snelweg op, tenminste dat denk ik, en een tunnel in. En ik ben een beetje zenuwachtig, merk ik. Dit is trouwens zo'n typisch moment weer dat ik uit het raam aan het kijken ben en aan het wachten ben al een uur totdat ik moet gaan beginnen. Ik ben zo zenuwachtig. Ik zie nog niks aankomen. Ik ben al 2 keer naar de wc geweest. Ik denk dat ik zelfs nog een derde keer zou kunnen, maar
een gegeven moment moet je ophouden, hè, daarmee. Wish me luck. Ik ga daar wel vertellen hoe het ging. Ja, je gaat hartstikke goed doen. Denk je dat ik daarna gelijk zelf de snelweg op durf? Nou, dat weet ik niet, maar... In ieder geval krijg je weer een beetje de hang of wit, toch? Ja, dat is waar. Nee, ik denk dat je het wel goed gaat doen. Ik moet ook een tunneltje in natuurlijk. Maar je weet zin in wat, Griffie? Een beetje wel. Oh, zie je het aan mijn trilletje? Ja. Tril een beetje. Maar goed, ik ga. Tot dadelijk. Het ging goed. Ik ben nog niet te snel erop geweest. Hij zei dat doen we de volgende keer wel. Hij wilde eerst even kijken hoe ik op de 80 en de 70 wegging. Want hij zegt dat zijn nauwe banen. Dan wil ik even kijken hoe je daarop reageert. Maar hij zag wel dat ik in mijn stuur kneep. Dus dat ik wel wat gespannen was. Ja. Maar op zich ging het wel goed, dat moet ik bijzeggen. Ik heb zelf betaald hoor, dus ik ga nu iets zeggen wat als mensen reisinstructeur in de buurt zoeken die gespannen zijn, dan zou ik Ed voor leden aanraden. Ja, ik ook. Ja. Zo'n relaxed event vind ik wel echt fijn, want daardoor heb je wel het idee dat je gewoon op een rustig tempo. Ik vroeg ook aan hem van ja, hoe lang denk je dat je het nodig hebt? Hij zegt ja, ik vind het moeilijk in te schatten, maar ik denk ja, een paar uurtjes dat je dat wel gaat redden. Maar we moeten wel eerst snel weer op natuurlijk, ja, maar ja. Is dat... Hij zei, ja, we gaan naar Voorschoten, al gewoon rechtdoor. Of nee, hij zei de hele tijd rechtdoor. Ik denk, oké, we gaan naar Voorschoten. Ik denk, maar waar gaat hij me dan snel weer opsturen? In Leiden of zo, weet je wel? Dat zat ik wel helemaal te denken. Dus we op een gegeven moment stoppen. Hij zegt van, hey, hoe ging het en dit en dat en dit. Toen zeg ik, ja, ik merk dat ik heel de tijd in mijn hoofd zit hoe je me nou gaat sturen. Want het is alle banen te bedenken hoe je me kan gaan sturen. Toen zei, oh nee, ik zat te denken of we gaan via deze weg terug of we gaan via Wassenaar terug. Toen zei ik, nou, doe maar dan Wassenaar. Spannend. En nu wachten we op onze Crisp-bestelling, want ik had van Crisp een kortingscode gekregen. Want ze hadden iets gebakken lucht, ik weet niet wat het is. Dat wilden ze dat ik dat kreeg. En toen kreeg ik er nog €75 extra bij. Ja, misschien is dat een ik hoef er niks voor te doen. Nee, maar ik hoef er niks voor te doen. Ze hebben niet gezegd dat ik een post moest plaatsen of iets. Niks. Ik ga het natuurlijk wel doen. Vind ik wel zo vriendelijk. Ja. Maar ja, dan hebben we wel vanavond een borrelplank. Heerlijk. Van €75. Ik ga even helpen. Ik ga maar gaan kijken hoor. Nou, ik wil eigenlijk die andere ook buiten hebben. Kom eens niet hier. Niet te hard, hè? Nou, niet kaal worden. Nee, dat heb ik een keer goed geweten. Kom eens hier. Dank je. De Furminator 3000. Ja, dit heet de Furminator, hè? Ja? Ja, ja. Furminator. Cool. Kijk, kom eens hier. Dit moet je niet te hard doen, want anders is het gelijk een kale rand. Ja, het is wel zo. Vind je het niet heerlijk dat het weer zo is? Ja, het is echt heerlijk. Dat je het raam ook weer open kan, of de deur ook weer open kan zetten, vind ik ook zo fijn. Ja. Dat show is fantastisch. Ja, yeah, dat is. Oh, ik had trouwens gisteren op die marktplaats, maar daar heb ik eigenlijk niet meer naar gekeken. De koper heeft de CEPA-betaling gestart. Nog nooit over gehoord, jij? Wil je er nog iets van kijken? Ik wil alles bekijken. Ja, dat zal het niet, hè. Kijk dan. Jeetje. Ja, het ziet er goed uit. Het is een wekelijkse shoplog. Dit halen we elke week. Nee, nooit. Oh. Dat is nog niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Okay. Het is wel veel trouwens. Ineens. We hebben dus een borrelplank samengesteld. Omdat we vanavond een mukbang gaan opnemen voor Vet Gezellig. Voor het eerste, hè? Voor het eerste Nee, ik heb wel eens een keer een mukbang opgehangen, maar niet samen. Maar goed, wat we daarvoor hebben gekocht is dit. Scotch en soda, een basilicum ginger drankje. Babyship van een Belgisch merk. Oh, ik dacht dat er de geintjes aan zijn. Zo. Nog een drankje. Chocolade gehad smaak. Jelene snackpaprika's. Brie. Een burrata. Bergvlees. Oh, pesto met walnoot. En rucola. Zoete pepperspread. Ziet er best lekker uit. Een hele grote mousse. Dit is serieus de lekkerste chocolademousse die ik ooit op heb. Was wel duur, maar was wel echt fucking lekker. Oeps, ik heb ongelukkig hertenvlees genomen. Hertenvlees? Ja. Hertenvlees. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hoezo niet? Ik kan hert eten. Ik heb nog nooit hert gegeten. Ja, ik weet niet. Als je onze podcast volgt, dan weet je het. Maar dit is onze favoriete crusty. Of mushy. Granola, sorry. Crusty granola. Gebakken lucht. Dit is dus hetgene waar ik iets van mocht gaan proeven. Ah, cinnamon buns zijn het. Heb je die niet erbij besteld? Nou, we hebben twee keer zin in mijn bus. En een margarita. Ja, dit werd dus door heel veel kijkers gezegd. Dit is echt fantastisch. Margarita. De roomboter croissantjes. De croissants. Of de croissant, toch? Nou, ik hoop dat het een lekkere bolplan kan worden, toch? Tuurlijk, liefie. We komen net bij de auto aan. En er zit een blauwe streep op de auto. Dit was nog niet toen ik vanochtend of gisteren... Nee. Ja, dat is ook raar ook. Ja, zat er nou echt een deuk in? Nee, toch? Nee, ja, het leek een soort van alsof die
Maar ja, dat is, lijkt misschien. Ja, dat is lekker dan. Net een nieuwe auto. Ja. Een nieuwe auto is dat ruk natuurlijk. Ja. Ja, maar ik denk wel hoe debiel heb je moeten rijden. Ja, dan ben je wel debiel, ja. Toch? Ja. Ik moet dan maandag mailen of zo of bellen of iets. Want misschien is dit nog wel een schade waarvan mensen zeggen, oh, dat hebben we zo weggepoetst met een bepaald soort middeltje. Oh ja, precies. Kan, hè? Maar ik vind het zo ruk. Kan je niet omruilen met die? Ja. Dat is mijn auto, gek. Ik heb er niet eentje met zo'n blauwe streep. Een witte Kia. Ja, dus met zo'n witte auto is het ook wel ruk, hè? Want je ziet het ook zo snel. Dat zie je met alle auto's, hoor, als ze dit zien. Ja. Hier zo maar hoe kan het in godsnaam? Hoe kan dat? We hebben een straat waarin je... Ik stond echt goed geparkeerd. Je kon echt zo makkelijk erlangs. Ja, heel raar. Ja. Ik denk dat het een hele grote tank geweest is of zo. Ja, dat vertel ik. Ze verdenken nog steeds Ed ervan, dus... Nee, is het echt een fikse deuk? Ja. Vanaf hier zie je het heel goed. Nee, dat is al dit, hè. Kijk. Nee. Kom maar hier staan. Oh, ik zie het inderdaad, ja. Nou, lekker dan. Ja. Kan blijkbaar via de leasemaatschappij, maar goed, alsnog vervelend. Was dus net nog niet, hè? Want ik ben er langs gereden. Dat heb ik echt niet gezien. Het is echt vandaag gebeurd. Ja. Nee, je hebt het zelf niet gedaan. Nee, oké, dat is waar. Cute. Deze kant terug. Dit is een XL. XX. XXL. Take XL. Nee, maar hij is niet gewassen hoor. Dat voel je gelijk. Hij is gewoon nog hetzelfde als wat hij was. Nee, hij ruikt ook echt niet naar een wasmiddel. Oh, ik wil een beetje naar wasmiddel ruiken. Ja, een klein beetje, maar ja, dat ruiken al die dingen van ons. Ja, ik moet zeggen, met die doos die we nu hebben, ziet er wel echt professioneel uit. Ja. Oh, daar wel. Een schaar. Heb je even dat? We gingen naar huis om een mukbang op te nemen. Alleen deze zal niet online verschijnen omdat we niet helemaal tevreden waren over het eindresultaat. Maar een klein stukje ga ik wel laten zien in deze video. De eerste mukbang die we ooit hebben opgenomen samen. Ja. Gaat deze zijn. Een borrelplank kan ik niet anders natuurlijk. Hebben jullie een levensdoel? Zo, is een zware gelijk. Ja. Ja, ik denk zoveel mogelijk lol hebben. Ja. Lachen, praten. Goede gesprekken en creatief bezig kunnen zijn, dat wel een levensdoel is, toch? Ja, en ik heb nog anderen proberen te helpen met de dingen die je zelf doet. Dat ook, inderdaad. Tevreden zijn. Tevreden. Ik denk dat dat wel een goede is. Nou, een hoop geluksmomenten, toch? Ja. Oh, willen jullie kinderen? Ja, dat krijg ik wekelijks van mijn zussen. Die hebben allemaal kinderen. Ja. Ja, vind ik lastige vraag, want ik zou niet zeggen nooit. Ik kan niet zo keihard zeggen nu, nee, ik wil het nooit. Oké. Maar ik neig er wel heen. Naar nooit. Ik neig er wel naartoe, omdat ik twijfel een beetje of het voor mij weggelegd is. Nee, geen harde nee, maar... Ook geen harde ja. Nee. Ja. Als je onze podcast volgt, dan de Vetgezellig podcast, dan hebben we het hier wel vaker over gehad. Dus mocht je dat interessant vinden, ik zal het even boven linken. Ik vind die scrotje gecombineerd met die pesto niet lekker. Ja, die pesto die leek me sowieso niet zo heel lekker. Wanneer is voor ons dit jaar geslaagd? Als ik mezelf beter heb leren begrijpen dan dat ik hiervoor deed. Als ik deze zomer richting het buitenland durf te rijden. En als er een bepaald soort groei in de webshop nog zit. Ja, dat is allemaal doelen. Ja. Dat is wel goed ook. Dat je doelen hebt überhaupt. Oh, en als we verhuisd zijn. Maar daar zou ik ook aan te denken. Ik denk dat mijn jaar wel geslaagd zou zijn als wij een nog prettigere plek hebben om te wonen. Mm-hmm. Ik mijn rijbewijs heb. Het lijkt me wel heel fijn dat ik ook durf te rijden. Ja. Als het zover is, gaan we dan verhuisvlogs maken. Ik denk wel dat ik het verhuisproces wil filmen. Dus denk het wel. Maar ik weet niet of ik het verhuisvlogs ga noemen. Hadden jullie 15 jaar geleden gedacht dat je leven zo eruit zag als nu? 15 jaar geleden, dat is 2009. Nou, dat weet ik eigenlijk wel heel goed wat ik toen dacht. Wat dacht je toen? Ik zat dus op een therapiegroep, omdat ik depressief was. Angsten. En nog niet wist dat je een autist was, toch? Precies, dat toen was eigenlijk, het ergste gedeelte ervan. Mm-hmm. En toen wilde ik dus heel graag 10 jaar vooruit spoelen. Omdat ik dan dacht, van dan heb ik een huis en een man en kinderen. Maar toen je 26, toen dacht je eraan terug, toen dacht je, dat heb ik toch niet bereikt?
En toen was ik 26 en toen, ja, nee, ja, toen had ik helemaal niks van dat. En nu, als je er nu naar kijkt, want nu heb je het nog steeds niet. Het is nu 15 jaar later. Ja, maar nu wil ik hele andere dingen. Wat doe je nu dan? Nu wil ik allemaal mooie dingen doen, leuke dingen doen. Lol maken, kleppen. Het leven leven. Kleine reisjes maken, rijden met onze auto. Bye. Leuk dat je hebt gekeken. En mocht je iets opgevallen zijn, praat vooral mee in de reacties. Tot volgende week.